Jo, daar binnen we weer. Nou, we hebben een paar mooie dagen achter de rug. Want we hebben dit weekend een familie uit Friesland op bezoek gehad. Die familie en die familie van mij, die heeft vriendschapsbanden weer teruggekeerd tot de jaren 50. De beide papa's van de familie, die zaten in legerdienst op de vliegbasis Leeuwarden. En toen is een vriendschap ontstaan en dan is er nog steeds tot op vandaag. Helaas bent drie ouders van de vier bent overleden, maar wie als kinder zet het voort. Ja, nou denk je natuurlijk van, wat heb ik toch met de schaften met uw privé-business? Maar ik wil beelden van de boerderij zien. Nou, dat kun je. Dat ga ik zo uitleggen. Ja, omdat de meeste Friezen natuurlijk de laatste verbouwing hier op het erf natuurlijk niet gezien hebt, krijgen ze van mij een rondleiding. Tja, en toen de deuren van de oude stal losging, toen zagen ze de 744 XL staan, international. Ja, toen gingen alle remmen natuurlijk los. Maar dat is een trekker met een speciaal geluidje. En toen was het dan gewoon van, mag ik even? Ja, maar natuurlijk, dat mag. Gewoon gaan. Maar ja, dat ze nog een half uur met wegging, dat had ik natuurlijk ook niet kunnen voorzien. Ja, lekker geluidje! En de buurt met dat ding hebben we dan gedampt. Warm geluid, hè? Ja, echt, ja. Vaak met die dingen geleden. Een speciaal geluid. Wat doe je? Hoe krijg je het werk wel aan? Oeh! Nou ja, maar de volgende keer gewoon met z'n allen naar Friesland. Ik denk dan nou wel een keer een rondritje gaan maken met de vrachtwagen van Piet. Nou, en als dat niet mogelijk is, dan wil ik wel een cursus vieljetten. Altijd handig om te kunnen. Ontzien!